We gaan vandaag een Italiaanse tosti maken, een soort pizza tosti. Daarvoor hebben we nodig brood, mozzarella, tomatenpuree, tomaat, ui en Italiaanse kruiden. Voor deze Italiaanse tosti snij je de ui heel erg dun. En vervolgens snij je ook de mozzarella en de tomaat. Wanneer je dat gedaan hebt, kun je eigenlijk al beginnen met het opbouwen van de tosti. Dan gaat de tomatenpuree op het brood. Vervolgens gaat daar mozzarella overheen. Na de Italiaanse kruiden gaan de plakjes tomaat erop. En uiteindelijk een klein beetje ui. Twee plakjes mozzarella en de bovenhelft van de tosti, dat druk je aan. De tosti bakken we in de pan, maar kun je natuurlijk ook in een tosti-ijzer doen. Maar we gaan een klein klontje boter in de pan. Dat laat. Als de boter gesmolten is, gaat de tosti erin. Dan bak je de tosti dus aan beide zijden goudbruin. Doe dit op matig vuur, zodat de kaas de kans heeft om te smelten. De tosti is nu klaar. Dan snijden we de tosti nog diagonaal doormidden. En heb je een heerlijke pizza tosti.